Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We hebben schitterend weer in de aanbieding. Vandaag is het volop zonnig. Op de satellietfoto is al amper een wolk te zien en dat blijft de hele dag zo. Flinke zonnige periode, slechts een enkel sluierwolkje of stapelwolkje. Temperaturen lopen snel op: vanochtend al 17-18 graden en vanmiddag wordt het dan 22 tot 24 graden in het binnenland. Dat alles bij weinig wind en nog steeds die volop schijnende zon. Op de wadden wordt het een graad of 17, maar ook daar is de wind rustig en zal het gewoon lekker zijn. Zonkracht 6, dat betekent dat je in ongeveer een half uurtje kunt verbranden, dat geldt dan tussen 11 en 3 uur. Vanavond ook nog steeds heerlijke omstandigheden, echt een avond om lekker lang buiten te zitten. Morgen wordt het warmer, 28 tot 32 graden maar liefst, een tropische dag hier en daar. Wel zijn er wat meer wolken, de lucht is dus minder blauw. Op de stranden heerlijk weer, in de middag kans op een windje van zee. Morgenavond is er kans op een lokale regel- of onweersbui. Zondag en maandag wordt die kans op buien groter, maar het droge weer overheerst op beide pinkse dagen. Zondag gaat het weer iets naar beneden, maandag weer omhoog. Temperaturen blijven zomers. Vanaf dinsdag wordt de weersverwachting iets onzekerder. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.